Barbara van Schaikes. Ik ben Kimberly. En ik ben Bianca. En ik was in de winkel en ik dacht... Zo keek je niet zo. Ja, zo raar, hè? Ik ga dingen kopen die jij misschien nog niet kent. Nou, deze... Is dit puur? Nee, dat weet ik niet. Koetjes zwepen, jongens. Ik weet niet hoe oud jullie zijn en of dat jullie dit kennen, maar ik kreeg vroeger, was er nog niet zo heel veel chocola. En dan hadden wij altijd koetjes zwepen. Moet ik heel eerlijk zeggen, ik vond het niet echt heel erg lekker. Is nat. Hij wil vastplakken. Maar koetjesrepen, dus dat. En zij kent het niet. Wel. Ja, maar je hebt van gehoord, maar nog nooit gegeten. Deze. Nee, ook met een reden. Omdat ik ze zelf niet lekker vindt. Nee, koetjesrepen. Ja, raar eigenlijk, hè? Raar en aan, nu moet gewoon chocola. Ja, maar goed. En dan hebben we deze. Deze ken ik zelf ook niet. Ja, die zag ik in de winkel. Ja, ik denk dat ze een nieuwe, dus die nemen we mee. En dan hebben we de koppers, knoppers. Koppers, ja, de koppers. Ja, zo'n kop. Ja, nee, de knoppers die zijn ja, ook wel redelijk nieuw. Nee. Maar die heb jij wel een keer al gegeten. Alleen ze hebben drie verschillende. Die heb ik helemaal niet gegeten. Ik lust dat niet. Die deelden ze toen uit op het winkelcentrum. Die heb ik niet gegeten. Oh, oké. Die heb ik weggegooid. Die heb je misschien aan papa gegeven. Ik heb papa niet gegeten. Oh, oké. Nou goed, in ieder geval. Dus drie echt wel verschillende soorten chocola. En dan kijken of dat je ze lust en wat je ervan vindt. Deze is het laatste, ja? Nou, die wil ik juist liever als eerst. Nee, want dit is vies. En dit is wel lekker. Ik weet dat deze niet... Ik vond deze niet zo lekker. Nou, oké, nou, maakt niet uit. Jij mag eerst beginnen. Hazelnoot. Dat is van Duo Penotti. Ik ken het niet. Ik heb het ook nog nooit gezien eerlijk gezegd. Dus het zal wel iets nieuws zijn. Dat pak ook. Nieuw dubbel lekker. Nou, dus het is nieuw. Eén reep, hè? Ja, ik wil zeggen. We doen gewoon één... Oh, hij is wat dik. Eén reep en dan doen we hem gewoon een stukje afbreken. Mijn haar valt uit. Je hebt hem net gedoucht. Dat zal het ook wel zijn. Ik ben ook heel benieuwd. Het lijkt een beetje op een lion. Lekker. Weet je wat een lion is? Kijk dan. Ken je dat? Daar lijkt het een beetje op. Helemaal groot, hè? Nou ja, niet dat ik hem helemaal op ga eten nu. Het lijkt een beetje op een lion, jongens. Dus het heeft de structuur van een lion. Maar... Stinkt. Maar het ruikt echt naar Duo Penotti. Zullen we maar gewoon proeven, want hij gaat hem smelten. Ja. Ik vind het weg. Deze heeft echt heel veel weg van een lion. Vind ik lekker. Nee, hij is wel lekker, maar hij heeft heel veel weg van een lion. En er zit een stukje karamel in, net zoals bij een Mars. Lions hebben dat niet. Nu lees dat ik alles voor. Hazelnoot van Nieuwe met karamel. Oh, nou ja, dus dat. Ik vind het best lekker. Maar jij dus niet, maar ik wel. Ik vind het goor. Nee, dat komt misschien als de hazelnoot. Ja, je houdt niet van stukjes chocola, hè? Nee, hazelnoot. Daarom. Maar bij jou moet gewoon chocola zijn. Maar, Is hazelnoot. Ja, ja. Ik vind hem best lekker. Ja, nu nutbar. Ja, de knoppers. Nou, even stoppen. Ik doe mij al bijna op. Ach nee, niet zo open. Dit is wel de normale, want je hebt ook nog met... Kokos en je hebt met peanut. Peanut. Ken ik ook een nummer van? Ken ja? Jij niet? Nee. Peanut butter jelly time. Nou, ken ik niet. Nee, moet je opzoeken. Die is leuk. Ja? Ja. Kijk hoe lang. Deze is langer dan die. Ja. Hij breekt een beetje als een reden. Nou, hij breekt heel raar. Nou, hij ziet er wel lekker uit. Nee. Ja. Ja, lekker. Ja. Dit doet me een beetje denken aan die pennywafels. Weet je wat dat zijn, pennywafels? Nee. Oké. Ik ga het je straks eens laten zien en ik laat het jullie nu hier zien. Wel doen. Niet dat ik het pas in de video zie. Nee, ik laat het jou zien. De mensen hebben het nu net gezien. Maar daar vind ik het een beetje naar smaken, naar pennywafels. Die nootjes niet zo lekker. Er zitten niet echt nootjes in. Ja, maar ik proef het niet echt. Ik wel. Ik wel.
kijk je? Ik kan niet kijken, ik zit veel te veel trillen. Zitten de nootjes ja, in? Ja, hieronder. Ja, dat is raar, want moet ze van boven zitten? Nee, ik zie ze toch echt hier. Ja, maar dit zijn de nootjes. Ja, maar daar zie ik ze ook. Oh, maar dat onderkant is koek. En dat is misschien gemaakt van gemalen nootjes. Nou, nu de laatste, waar ben ik het meest bang voor? Ik heb helemaal geen honger meer. Nee, ik ook niet. Daarom neem ik ook een heel klein hapje. Ik kan het niet open. Nee! En wel, die moet zo open. Nee, dat wil ik wel, niet. Wel, die moet zo open. Die moet zo open, dat klopt. Dat wil ik niet. Dat vind ik echt vreselijk. Zitten er 12 in, hè? Te van schijfjes. Ja, 12 van die mini-schoolreepjes. Ik moet dun. Ja. Maak maar open. Ik krijg het nu pas binnen. Ik had hem al, van Netflix. Ja. Dat ik hem weg kan. Dat deed ik. Moeilijk, hè? Jeez, wat een verpakking. Ik vind het nu al niet lekker. Als ik zoveel moeite moet doen voor chocola, dan ben ik er al klaar mee. En dit zijn kinderreepjes. Kijk nagaan. Als ik zoveel moeite moet doen voor chocola, ben ik er al klaar mee. Alleen ja, ik hou hem lekker in je neus. Rijken. Ja. Wat breekt hem op? Omdat ik het niet zo lekker vind. Wat is dit voor neppe dingen dan? Tadaa! Ik zeg toch, is niet zo lekker? Ik tefte hem ook gewoon met een boegje uit. Wat is dat? Ah! Rare chocola. Nou, dit is geen chocola hoor. Dit is gewoon een koe die gemelkt, die gemolken is. Bruin doorheen. Klaar. Even hard laten. Vies hè? Mm-hmm. En dat kregen wij dus vroeger. Ja, heel zielig. Ja hè? Eigenlijk best wel. Dan kan je niet gewoon zelf chocola maken. En daar hebben we de 12 van. Papa. Ja. Volgens mij vindt papa die wel lekker. Nou, top, papa. Papa, ja. En als die anderen zijn dan voor ons. Oh, die lust je ook niet. Die lust ik ook niet. Ah, nee, goed. Ik blijf wel bij mijn cola. Ja, nou, de rest delen we allemaal aan papa uit. Welke vind je het allerviest? Deze. De koetjesreep. De koetjesreep. Nou, er zullen vast genoeg mensen zijn die zeggen van het is de meest lekkere chocola. Dus ik denk wel dat er mensen gaan zijn van niet zo aanstellen. Ja. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen smaak, hè? Was dat dus... een Merci chips op? Het is geen chips. Nee, weet ik ook niet. Nee. Ik vind deze ook het minst lekker. En dan? En dan die Duoponotti? Ja, vind je die het minst lekker ook? Nou, deze twee, de Knoppers en de Duoponotti, staan bij mij eigenlijk wel op allebei op één. Dan is je ook pindakaas. Nee, want er zit geen... Nee, ja, dit is... Er zit hazelnoot. Ja, maar hazelnoot... Nee, dat is niet hazelnoot, dan maak je geen pindakaas. Oké, okay, dan maak je pasta van. Hazelnoot pasta, dus, en dat wist ik wel. Dus. Wat maak je dan? Hoe maak je dat dan? Pindakaas. Met pinda's. Oh ja, logisch. Pindakaas. Maar je lust toch pinda's? Ja, pinda's wel. En je lust ook satésaus. Ja, satésaus lust ik wel. Pindasaus lust ik wel, maar pindakaas weer niet. Raar, hè? Ik ga jou gewoon een keertje pindakaas geven en dan denk je, oh... Nee, ik heb wel eens een keer een boterham met pindakaas geproefd, maar dat vond ik niet echt lekker. Ik ook, toen ik echt honger had. Dat was echt erg, hè? Ja. Maar jongens, dit was onze video van, vieze repen proeven. Ja, van de reepjes chocola. Een soort van gevulde... Maar niet dit in beeld, dit vind ik vies. Dit? Ja. En die ook niet, en die ook niet. Nee, dat is allemaal weg. Jongens, dit was onze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet niet te abonneren. En de dikke naam te geven. En de belletje aan te klikken, zodat jullie niks meer missen van op schijkjes. En vergeet niet naar onze volgende video te kijken. Doei! Doei.